Zeilen is op zich al prachtig, hè? Zeker hier op stromend water. En wat maakt het dan nog spannender als je je medewedstrijdzeilers ook nog eens wilt inhalen en voorbij steken en voorblijven? Ik kan er ook wel van genieten op het moment dat je een hele slechte start hebt gehad en dat je dan uiteindelijk door een heel veld naar voren zeilt en toch weer bij de beste vijf zit of zo. Het heeft altijd een gezonde spanning. Dat je met elkaar probeert zo snel mogelijk je parcours af te leggen. Je leert veel beter zeilen, je leert gewoon goed zeilen. En het leuke is dat je het uiteindelijk toch ook nog met elkaar doet. Eenmansboten worden dan plotseling weer op de wal. Teamverhalen, ja, dat is iets wat zeilen toch super mooi maakt. Wedstrijdzeilen is een van de moeilijkste sporten, maar ook een van de moeilijkste sporten om te organiseren. Heb je heel veel mensen nodig om een goede wedstrijd neer te zetten. Dus dat betekent dat je een goed startschip moet hebben met goede mensen erop die weten waar ze het over hebben. De boeienboten moeten 100% zijn. De baan moet er goed in liggen. Na de wedstrijd, als er protesten zijn, moeten er op een goede manier de protesten worden afgehandeld. Ja, dat kost opleiding. En nou, daar voltziet het Watersportverbond super in, denk ik. Wordt steeds mooier. Nu helemaal met de Watersport Academy, die daar volop in meedoet. Nou, wij hebben de laatste jaren behoorlijk geïnvesteerd in onze wedstrijdorganisatie. En dan met name de opleiding voor onze vrijwilligers. Dat vinden wij als vereniging heel erg belangrijk, omdat wij ook graag nationale kampioenschappen willen organiseren. En natuurlijk goede wedstrijden tijdens de Schildweek. Je wilt competitief kunnen varen en dat mensen ook gewoon de regels van het wedstrijdzeilen goed snappen. En dat kan je alleen maar doen door te zorgen dat je altijd op dezelfde manier je banen organiseert, op dezelfde manier. Officieel je vlaggen doet, keurig je zeilinginstructies op orde hebt. Doordat er goede wedstrijdreglementen zijn, en als mensen die kennen, wordt er eerlijk wedstrijd gezeild volgens de regels, maar die zijn ook overal ter wereld hetzelfde. De uniformiteit maakt er natuurlijk ook een mooie globale sport. Elke wedstrijdzeiler kan een absolute professional tegenkomen op het wedstrijdveld en dat tegen moeten varen. En dat is hartstikke leuk, dat zal in het tennis niet gebeuren bijvoorbeeld. We hebben noodgedwongen zo'n anderhalf jaar weinig of niet gewedstrijdzeild. We moeten nu de boel voor elkaar maken, de verenigingen hun materiaal en de wedstrijdzeilers hun boten. Bij het klaarmaken van de boten hoort ook het administratieve deel. Een wedstrijdlicentie hoort daar zeker bij, want dat houdt ons gewoon op de been en daardoor kunnen wij ook wedstrijdzeilen.